Jij hebt ook goede banden met misschien opeens met Volendam, toch? Ja, ja, met Jan Smit. Oh, ik dacht Annie Schilder. Maar ja, Jan Smit natuurlijk ook. Dat, ja. Oh, maar Annie ook, ja, ja. 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 Ik kwam er trouwens net achter, ik zat nog even te googlen op jou. Dat nummer dat jij, hebt met haar hebt opgenomen, dat heet Toen kwam jij. Ja. Ja, sorry, maar... Jij niet, hè? Die doen, hè? Nou, juist wel. Ja, toch? Ja, ik zal het vooral even vertellen, want daar wil je naartoe natuurlijk. Nou ja, iedereen kent het wel een beetje, maar toch, vertel. Annie was een vriendin van mij, of, en nog. En toen waren we op stap geweest in Amsterdam en ik sliep wel eens bij Annie, maar ja. Ik had het nog nooit met een vrouw gedaan. Dus ja, ik zat daar gewoon een beetje dronken, zij ook dronken. Dus Sjaan, zullen wij het eens een keer doen op zijn Volendams? Ja, ik denk, ja, ook dronken. Ik denk, ja, vooruit, doe maar. Maar ik zag er nog een half fles whisky staan. Ik denk, die drink ik eerst op. Ze ging al naar boven. Ja, ik ben naar boven gegaan. Ik weet niet of het gelukt is. Maar in ieder geval is ze wel flink de keer gaan. Ik liep de volgende dag naar buiten. En ik kreeg allemaal applaus van de mensen. Want die hebben alle haar horen roepen natuurlijk. Want dan waren we in die houten huisjes. Ja, schreeuwen. Wat ging schreeuwen? Keer. Ik zeg, houd stil de kop. En de kussens. Kus op de kop, of stil op stil. Maar nu begrijp ik wel die titel, Toen kwam jij. Ik ja, zat de hele tijd te denken, waar ik de titel had gedaan. Maar. Dat weet hij niet meer. Je weet niet meer of je kwam toen, of wel? Ik weet er niks van. Zat je wel, welk gat zat je? Het liedje. Nou ja, kom op zeg.